Het is vrijdag 1 maart, ik ben net wakker. Ik heb ook net mijn weging gedaan en het is de laagste weging tot nu toe, 89,2. Dus daar ben ik blij mee. Ik heb niet heel goed geslapen. Ik werd een aantal keer wakker omdat ik op mijn schouder lag, waar ik nog steeds last van heb. Het gaat iets beter, maar dit soort dingen helpen dan niet. Dus dan blijft het een beetje gevoelig. Maar goed, ik heb een beetje haast. Ik moet scheren, douchen, koffie zetten en dan naar werk. 9 uur begin ik en het is 8 uur inmiddels. En met een beetje geluk is de brug niet open, dus kan ik gewoon lekker doorrijden. Meestal vrijdagochtend sta ik ervoor, maar dat gaan we zo meteen zien. Ik ga douchen en ik zie jullie zo weer. En ik red het allemaal makkelijk. Het rijdt allemaal goed door. En ik werk tot 12 uur. Daarna ga ik benen trainen. En ook daarvan ga je zo ook beelden zien. Werk is gedaan. Werk ging goed. Het is inmiddels 11:45. En dus tijd voor mijn eigen training. En ik train vandaag benen en buik. Escaping the memories. For granted, regretting our mistakes and all of the feelings forgotten. Promises, promises, I've heard it all. Sorry, just save it, I'm already gone. Promises, promises, I've heard it all. It's too late to save us from ourselves. Don't apologize. Can't take any more lies. Don't apologize. We're running out of time. Too late for promises. Training zit erop, hij ging vrij lekker en ik ben nu bijna thuis. Tijd voor eten en wat ik ga eten, dat ga je nu zien. Yes, momenteel bezig met mijn eigen training, een push day. En ik doe het iets rustiger aan vanwege de klachten aan mijn schouder. Maar met deze oefening kan ik vrij goed mijn borst aanpakken. Ik heb hier bijna geen last, geen pijn. En dat heb ik wel bij dumbbell presses of bij het bankdrukken. Dus doe ik wat meer sets van deze oefening. Zodat ik gewoon wel mijn borst kan trainen en vrijwel pijnvrij. En dat is ook meteen iets om op in te haken, want stel je hebt blessures of pijntjes, zorg ervoor dat je gewoon blijft trainen en doe wat je kunt doen. Want door trainen krijg je een betere doorbloeding en met een betere doorbloeding herstellen bepaalde blessures en pijntjes gewoon sneller. Dus ga niet niets doen, ga gewoon trainen, doe gewoon je ding, maar blijf wel in die pijnvrije zone, zodat je gewoon in ieder geval goed kunt trainen en dat bepaalde blessures dus beter herstellen. Verder, vandaag vrij weinig om te laten zien, omdat ik hier eigenlijk de hele dag ben. Ik heb wel voor vanavond nog een probleem, want ik heb ruim 2000 calorieën over die ik in de avond moet opeten of opdrinken. En dat wordt vrij lastig. Misschien dat ik zo meteen even Mackie ga en een ijskoffie ga halen. Dan heb ik in ieder geval weer 500 tot 600 calorieën binnen.
Daar heb ik ook wel echt trek in eigenlijk. Goed, het is bijna 7:30. Ik ben klaar met trainen en ik ga nu toch nog naar de Mac. Ik ga een ijskoffie halen en 2 grote friet. En daarna heb ik alsnog 700 calorieën over. Dus wat ik met dat ga doen, dat weet ik nog niet. Ik ga nu in ieder geval ongeveer 1400 calorieën eten en drinken. Het is zondagochtend, ik kom net aan op werk. En mijn weging was vanmorgen inderdaad hoger dan gisteren. Maar dat was te verwachten, omdat ik ruim 2000 calorieën moest eten in de avond. En dan weet ik gewoon dat mijn weging altijd hoger is. Ik werk tot 4:30 en daarna sluit ik de video af met mijn shape na week 2. Plus alle gewichten.